In 1923 begon de oma van de huidige eigenaar, Francesco Baldi, een hoedenzaak aan de Bakkerstraat. Hoeden waren toen een stuk populairder dan nu, al komt en gaat het wel de afgelopen jaren. In de jaren 90 en de 2000 waren baseballcaps heel erg populair. Nou ja, verkochten wij enorme aantallen van, maar ja, het waren allemaal kleine prijsjes. En vrij recent hebben we bijvoorbeeld de hipster mode gehad. Nou ja, dat waren allemaal hoeden. En dan heb je veel hogere prijzen, maar de aantallen zijn minder. Prinsjesdag, waar alle leden van de Eerste en Tweede Kamer gezien willen worden met een mooie hoed, is ook voor Francesco belangrijk. Elk jaar zijn er veel Kamerleden die bij ons langskomen, maar ook veel gasten van Kamerleden. En ik krijg daar, elk jaar verkoop ik veel hoeden voor Prinsjesdag. Ja. De zaak is al jaren in het bezit van de familie en is generatie op generatie overgenomen. Maar hoe het met de toekomst zit, is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb twee zoons en het is de vraag of zij dat willen. He, dat, de mogelijkheid is er dat, en als zij het willen, dan zal ik ze daar zonder meer in steunen.